Goed, vandaag gaan we het hebben over slechte werk. Ja, gaan we. Jo, beste Jo. Hey. Ik bepaal even niet. Waar je twee kleuren in het slechte werk? Kan ik niet meer wat zeggen? Lucas? Groen en zwart. Heel goed, Lucas. Schrijf dat maar allemaal op het kussensblaadje. Ik deed vooral graag Ro natuurlijk en ik had een hekel aan Frans en ook wiskunde. Mijn lievelingsvakken waren LO en Frans en wat ik echt niet raad deed was wiskunde. Mijn lievelingsvak was LO en ook geschiedenis interesseerde me wel. Wat het mens liefst deed was wetenschappen zoals biologie of fysica. Mijn lievelingsvak was vooral voetbal omdat ik dat 12 uur in de week had. En voor de rest, wetenschappen interesseerde me niet echt. Maar... Ik had helemaal één lievelingsvak en dat was LO. Wat ik het meeste had, is Engels en Frans. Mijn lievelingsvakken waren Frans, LO en economie. En wat ik echt had, is alles wat met wetenschap te maken had. Dus we gingen de grap uit aan. Dat was zo'n leuning. En we met heel de klas aan achterleggen. En dus dan kwam toe aan de klaslokaal en ik keek zo van, waar is iedereen? Hè? Dan heeft hij de directeur gaan halen en terwijl hij de directeur gaan halen heeft, hem allemaal binnen in de klas heeft en al borstels voor de deur, dat hij niet binnen kost. Ze hebben dan gewoon de deur ingeduwd, borstels. Ja, dus wat de topsport is, we waren maar met vier leerlingen in één klas. En wat onze Engelse leerkracht wijsgemaakt, dat wij onze rapporten moesten gaan halen in een ander lokaal bij onze klassituaris. Maar in plaats van onze rapporten te gaan halen, zijn we buiten de school gelopen omdat we eigenlijk allemaal nog niet ontbeten hadden en eigenlijk allemaal goesting hadden in koffiekoeken. Zijn we ook naar de bakkerij gelopen die 300 of 400 meter van de school was. Zijn we koffiekoeken halen, kwamen we terug binnen en hebben we die man een koffiekoekje gegeven. Die vroeg van waar we dat hadden. En we zeiden dat we dat uit het leraarslokaal hadden, maar die wist natuurlijk van wat dat kwam. Maar die zei oké, is goed. Als je altijd iets voor mij meebrengt, mogen we dat meer doen. Zeg. Ja, dat was niet altijd even makkelijk, maar het is mij altijd gelukt om het te doen. Ik zeg wel dat het zou wel invloed gehad hebben, maar het is me toch gelukt. Verleden jaar was ik echt een zwaar jaar gehad, zeker het tweede semester. Veel matchen met voetbal en dan opeens nog die examens. En ik ben te weinig naar de lessen kan gaan, dus er is veel zelfstudie. Wat Karel eigenlijk zegt, de laatste maand voor de examens moet je echt volle bak beginnen of het wordt heel moeilijk. En wat betreft middelbaar, het laatste jaar begon dat ook zwaar te worden. Zeker het laatste semester weet ik nog. Ik denk dat we dan nog een maand en een half les hadden. En ben misschien 2 weken naar de les gegaan. En voor de rest was dat altijd voetbal. En dan is dat ook moeilijk geweest, maar allebei. Je zag wel veel van sommige leerlingen en sommige leraren die niet echt jaloers waren, maar die gewoon zo, meer hekel aan of zo. Of die, het topsport er wandelt, dat ze direct weer zijn van, het is weer topsport. En dus, Had je dan al zo, kun je huiswerk niet gemaakt en of zo? Mm. Was dat dan direct van, het is weer een voetballer? Ja, de eerste 3 jaar ging wel, tot vorig jaar, dat ik een beetje moeite had met een paar vakken, dat ik niet echt erdoor was. En op het einde kreeg ik ook een BA-test, dus dat was niet meer mogelijk om dezelfde richting nog te blijven doen. En zo hebben we veranderd van school, doen we nu topsport in plaats van Latijn wiskunde, omdat dat niet meer haalbaar was. Ik denk dat het toch belangrijk is dat je iets hebt om op terug te vallen. Zeker, ik ben een persoon die iets moet hebben naast voetbal ook om mee bezig te doen. Want alleen maar aan voetbal, ik ben heel ambitieus, maar het is ook... Je studies, iets anders hebben, vind ik ook wel belangrijk. Meneer de directeur. Lucas, wat wil je Lucas van mij weten? Ik wil weten hoe Frederik Boy als leerling was. Frederik was een... Excuses. De micro, hè. De micro. Ja.
Frederik was een hele verstandige, naastige leerling. Ik heb nog nooit zo'n verstandige leerling gehad. Het was een voorbeeld eigenlijk voor al onze leerlingen. Maar je voetbalde zeer slecht, maar ja. Maar ze hebben hem dus in cirkel wat kunnen opleiden, zodanig dus dat hij dus tot de top. Ja. Goed. Nog een vraag over Frederik? Nee, dank u wel.